welkom bij deze nieuwe video. Vandaag heb ik de eerste en de laatste Halloween tutorial van 2020 hier op mijn kanaal. Ik plaats er maar één. Dat komt eigenlijk om de reden omdat jullie deze video's gewoon niet zo leuk vinden. Ook al zeggen jullie van wel. Ik kan zien aan de views dat jullie het niet zo leuk vinden. Mijn Halloween video's doen het gewoon altijd niet zo goed. Altijd super weinig views. En dat is bij een heleboel mensen. Een heleboel mensen, hun Halloween video's, doen het gewoon niet zo goed. Dus op de een of andere manier hebben we gewoon veel mensen geen behoefte aan Halloween video's hier op YouTube. Vandaar dat ik er ook maar eentje plaats. Er komen wel een aantal Halloween looks op mijn Instagram. Heel grappig, maar op mijn Instagram doen Halloween looks het heel erg goed juist. Dus daar komen er nog een aantal. Dus volg me vooral daar als je meer looks wilt zien. En hier op mijn kanaal doe ik er toch alsnog eentje. De reden dat ik er toch gewoon eentje plaats is omdat ik het gewoon leuk vind om te maken. En ik vind Halloween video's wel heel leuk om te kijken. Ik maak mijn video's altijd gebaseerd op twee dingen. Eerste is wat ik gewoon wil filmen. Wat vind ik leuk. En het tweede is, wat vinden jullie leuk? Dus ik moet altijd een afweging maken in mei en juli. Dus omdat ik het gewoon heel erg leuk vind om dit soort video's te maken en te kijken, ga ik er toch gewoon eentje plaatsen op mijn kanaal. En er zijn ook een heleboel mensen als mij die het gewoon wel leuk vinden. Dus vandaar dat ik alsnog deze ene plaats. Ik ga me eigenlijk helemaal transformeren in een dode cheerleader. Ik ga mijn make-up doen. Ik ga mijn haren doen. De kleding. Ik heb een hele outfit. Ik ga ook straks een fotoshoot doen buiten. Dus ik ga vandaag letterlijk alles laten zien. Ik heb mijn haar ook nog niet gedaan, ga ik ook laten zien. Dus ja, we gaan ons gewoon vandaag transformeren in een dode cheerleader. Ik zet ook beneden in de beschrijving alles wat ik gebruik. Mijn outfit waar ik die heb gekocht, de make-up, alles staat beneden in de beschrijving. Mocht je ook deze look willen namaken of iets gewoon willen bestellen. Dus ja, dat is wat we vandaag gaan doen. Vind je het leuk? Vergeet niet te liken en te abonneren. Zo blijf je op de hoogte van mijn 4 video's in de week. En dan gaan we snel beginnen met de video. Ik ga beginnen met mijn make-up. Zoals je kunt zien heb ik nog niks op. Alleen maar mijn wenkbrauwen gedaan. Ik ga mijn gezicht primen met mijn Filorga Time Flash Primer. En dit gaat mijn hele gezicht smooth maken. Deze primer is ook al bijna op. Dus ik wil hem even iets vaker gebruiken. Zodat ik hem kan weggooien. Ja, kijk. Nou is hij echt op. Alleen dit komt er nog met moeite uit. Oké, dan foundation. Ik ga een lichtere kleur gebruiken dan normaal. Want ik wil dat mijn huid een beetje witjes is. Een beetje bleekjes. Want ja, ik ben dood. En iemand die dood is, heeft niet een heel mooi bruin gebronst gezicht. Dus we gaan echt voor een beetje een dode look. Ik ga mijn Revolution Conceal & Glow foundation gebruiken. Nummer F8. Die is al iets te licht. Maar ik ga hem nog lichter maken met deze foundation mixer van Makeup Obsession. En dit is een whitening foundation mixer. Om je foundation wat lichter te maken. Dus die ga ik ook een beetje erbij mixen. En dan aanbrengen met mijn NYX Cosmetics spons. Ik wil de look nog wel gewoon echt mooi houden. Dus ik had ook gewoon kunnen gaan voor echt een wit gezicht. Dat ik gewoon echt een witte kleur gebruik. Maar ik wilde toch wel vandaag gaan voor toch wel een mooie look. Dus niet echt dood zo van het is ook echt gewoon niet meer mooi. Dus ik wil nog wel gewoon dat ik er mooi uitzie. Want het is wel een cheerleader. En die zijn altijd wel aan de knappe kant. Dus dat wil ik wel echt erin houden. Nou, lekker witjes jongens. Oh mijn god, ik vind het echt vreselijk. Iemand die er zo erg van houdt om zo gebronst en bruin te zijn als ik. Voor mij is dit echt gewoon een hel. Maar ja, het is ook Halloween hè jongens. Alles moet een hel zijn. Dan concealer. Ik ga 2 concealers gebruiken. Ook weer allebei in een hele lichte kleur natuurlijk. Ik ga beginnen met mijn Catrice Camouflage Cream Concealer. Deze heb ik in de kleur 010. Dit is echt een hele lichte kleur. En die ga ik aanbrengen vooral hier zo in de binnenste ooghoeken. En dan mijn Elf Camo Concealer in de kleur Medium Sand. Ook een hele lichte kleur. En die ga ik gewoon als normale concealer aanbrengen op de plek waar je gewoon altijd concealer aanbrengt. Dus ik ga beginnen met deze Catrice Camouflage Cream Concealer. Een hele lichte cream concealer aanbrengen hier zo. Heeft echt heel veel nut. Dat maakt het daar echt een stuk meer open. En kijk, zoals je kunt zien is hij echt letterlijk wit. Hij is echt veel te licht voor mij. Dus ik breng hem ook altijd alleen maar hier aan. Gewoon extra te verlichten. Is vooral nu heel belangrijk. Omdat ik dus echt ga voor een hele wittige huidskleur. Ik breng dit aan, by the way, met mijn Zoeva 237 kwast. Ik breng nou meer aan dan dat ik normaal zou doen. Omdat ik het gewoon extra wit wil hebben. En dan de normale concealer. En dan weer allemaal uitblenden met de spons. Dus zijn er hier mensen die echt heel actief Halloween vieren? Ik vier het persoonlijk niet. Ik maak echt alleen maar Halloween looks. Maar ik vier het niet. Ik ben heel benieuwd of er echt mensen zijn die het echt full force vieren. Ik weet nu met corona is het ook een beetje lastig. Maar er zijn vast wel mensen die er gewoon alsnog iets mee doen. Misschien naar Walibi of zo. Ja, ik doe dat dus echt niet. Ik vind dat allemaal veel te heftig. Ik maak echt alleen maar looks en klaar, meer niet. Maar... ja, ik ben wel benieuwd wat jullie doen.
Dan de losse poeder. Ik gebruik deze matte losse poeder van Elf Cosmetics in de kleur Light. En die ga ik aanbrengen overal waar ik concealer heb gedaan. En ook een beetje over mijn hele gezicht om alles goed mat te maken. Dan ga ik mijn neus en mijn gezicht een klein beetje contouren met dit Revolution Contour paletje. En ik ga nou een iets lichtere kleur gebruiken. Normaal ga ik voor de kleur hier, maar nu ga ik deze lichte kleur gebruiken. Want dan wordt alles ook een beetje grijzig en dat is toch iets meer dood. Iets meer dood. Dit klinkt allemaal zo raar. Maar goed jongens, ik ben zo bleekjes. Wat erg dit. Oké, en dan een beetje mijn Maximal Fixing Spray. Dit is de nieuwe. De nieuwe is letterlijk even goed als de oude. Dus ik denk dat ze echt alleen maar de verpakking hebben veranderd. Oké, dan ga ik voor nu even stoppen met mijn gezicht. Ik ga beginnen aan de ooglook. Het paletje die ik ga gebruiken is de Royal Palette van Queen Tarzi. Echt een super, super fijn paletje. Kijk even deze kleuren. Dit zijn echt de perfecte kleuren voor een cheerleader look. Een dode cheerleader look. Want je hebt ook zwart en zo. Dus ik ga alles een beetje donker maken. Maar ook wel weer cute. Dus en dood en cute. Dat is vandaag de motto. Dus we gaan even inzoomen op de ogen. Ik ga mijn ogen niet primen. Want dat heb ik al een soort van gedaan met die concealer. Ik ga wel even twee stukjes plakband aanbrengen hier zo. Om alles mooi strak te maken. Ik ga beginnen met deze lichte matte oranje kleur. Die heet Sophia. Die ga ik aanbrengen met mijn Zoeva 228 Fluffy Quast. Deze kleur gaat helemaal in mijn arcadeboog. Dit wordt de transitiekleur. Dan ga ik voor de bruine matte kleur. Die heet Ariana. En die gaat ook in mijn hele arcadeboog om het donkerder te maken. Oké, ik moet dus zometeen de fotoshoot gaan doen. Of ja, zometeen pas straks. Het is nu 2 uur. En ik ga de fotoshoot echt pas vanavond rond 8 uur doen. Als het donker is. Want het moet wel een beetje engig zijn. Dus ik moet nou de hele dag rondlopen met mijn Halloween make-up. En dan pas vanavond fotoshooten. En ik hoop niet dat het gaat regenen. Want het is al de hele week regen. En ja, als dat is, dan kan ik de fotoshoot niet houden. Maar goed, ik heb het online gecheckt. En als het goed is, blijft het wel droog vanavond. Dan pak ik de hele donkere bruine matte kleur Selma. En ook die kleur gaat in mijn arcadeboog. En hiermee ga ik alles nog donkerder maken. Dan pak ik de donkere blauwe kleur hier, die heet Noor. Die is glanzend. En die kleur ga ik zo aanbrengen op mijn ooglid. Dan pak ik de zwarte matte kleur, Kate. En die kleur ga ik aanbrengen met deze kleine fluffy kwast van Zoeva, nummer 224. En de zwarte kleur gaat vooral in de buitenste ooghoeken, om alles wat donkerder te maken. Het wordt heel smoky, heel donker. I love it. Dan ga ik ook een zwarte winged eyeliner maken. Een winged eyeliner hoort bij elke cheerleader. Dat is zo cliché. Daarvoor gebruik ik mijn NYX Epic Liner in het zwart. In de kleur zwart. In het zwart. En dan ga ik een goede heftige winged liner maken. Zo, en dan kan de plakband eraf. Dan ga ik dit zwarte oogpotloodje van Pixie aanbrengen in mijn onderste waterlijn. En dan pak ik de zwarte kleur Kate voor op de onderste wimperrand. En de zwarte kleur blend ik dan uit met deze oranje kleur Sophia. Voor mascara gebruik ik mijn Bad Girl Bang mascara van Benefit. En als nep wimpers gebruik ik mijn Primark wimpers in de stijl 730. Ga ik even opdoen en dan kom ik zo bij jullie terug. Nou, ogen zijn klaar. Ik vind het echt een super, super goede look. Toch wel dat blauwe van een echte cheerleader. Maar heel veel zwart, heel veel smoky, want ja, ik ben dood. Ik ga nou mijn gezicht bronzen. Natuurlijk ga ik geen mooie warme bronzer aanbrengen, want we zijn dood. Dus ik ga weer in met mijn contourpaletje. En dan ga ik weer deze contourkleur aanbrengen, maar dan echt als bronzer. Dus echt ja, op alle plekken waar ik normaal zou bronzen. Ik ga echt een heel, heel klein beetje blush aanbrengen. Echt niet te veel. Ik gebruik deze blush van Colourpop. In de kleur Between the Sheets. Is een mooie, beetje donkerdere roze kleur. Ik pak echt maar een heel klein beetje. Dan dep ik het er gewoon zo hier een beetje in. Maar meer niet. Echt niet te veel. Als highlighter gebruik ik dit Bella Pierre Highlighting Paletje. Glowing Palette heet die of zoiets. En ik ga deze kleur hier gebruiken als highlighter. Oké, dan de lippen. Ik ga wel een beetje voor dode lippen. Dus ik ga vooral voor een lichte kleur en vooral veel paarsige, grijzige ondertonen. Eerst maak ik mijn lippen helemaal zo
licht matte foundation. Als lippotloodje gebruik ik deze van NYX Cosmetics. Dit is de NYX Cosmetics Suede Matte Lip Liner in de kleur Moonwalk. Is een paarsige kleur. En als lipstick gebruik ik deze lipstick van Essence. De Long Lasting Lipstick in de kleur 01 Curious. Is een lichte paarsachtige kleur. Zo. Dit matcht echt perfect. En dan wat fixing spray, de Kruidvat Make Me Last Matte Fixing Spray. Oké, dan is het nu tijd om van deze look een echte Halloween look te maken. Want ik ben doodgegaan. Dus ik ben gewond, ik heb bloed, ik heb blauw plek en dat soort dingen. Dus die ga ik een aantal aanbrengen op mijn gezicht. Daarvoor gebruik ik deze SFX Fake Bloed van Revolution Pro. Deze heb ik echt al een jaar of zo dus. Maar fake bloed kun je overal kopen. En ik heb ook het SFX paletje van Revolution Pro. Heb ik ook afgelopen jaar vaak gebruikt, zoals je kunt zien. Deze twee producten zijn specifiek niet meer te koop. Maar Revolution heeft gewoon nepbloed en dit soort paletjes die je kunt kopen om deze look na te maken als je dat zou willen. Oké, ik ben gewond. Ik heb gevochten. Ik ben mishandeld. En ja, zo ben ik dus overleden. Dus ik ga even een wondje maken. Ik ga eerst beginnen met een wondje hier. En ik ga beginnen met dit paletje. Ik ga voor zwart en paars. Die twee ga ik een beetje mixen en dan een beetje hier aanbrengen. Nou pak ik ook een beetje van die rood ernaast. Nou is het vooral rood en zwart. En daarmee ga ik er ook overheen. Ik heb ook hier een wondje. En als laatste heb ik ook hier een wondje bij mijn lip. Dan pak ik ook een beetje van het nepbloed en dat ga ik ook aanbrengen op de wondjes. Oké, dan pak ik uit het paletje weer een beetje van deze zwarte matte kleur Kate. En met die zwarte kleur ga ik alles een beetje zwart maken, een beetje schaduw creëren en zo. Want ik ben vervuild, want ja, ik ben nou iets te schoon. Nou heb ik gewoon wondjes op een hele mooie schone huid en dat kan niet. Dus ik ga mijn gezicht een beetje vervuilen en dan eerst om de wondjes heen vooral. Kijk, nou heb ik mijn gezicht een beetje vervuild. Je ziet overal zo van die zwarte plekjes en zo. Hoe meer je doet, hoe viezer je bent. Ik doe gewoon een klein beetje, niet te veel, want ik moet nog wel mooi blijven, want ik ben een cheerleader. Dit is echt een hele makkelijke Halloween look om na te maken. Dan wat ik nog ga doen, is dat ik de lipstick een beetje vervaag. Een beetje zo wegdruk. En dan wil ik ook nog een druppeltje bloed die uit mijn neus komt. Dit nepbloed laat echt een rode vlek achter. Dus straks, als ik alles eraf haal, dan heb ik gewoon zo'n hele rode vlek op mijn gezicht. Maar ja, of ja, rode vlekken op mijn gezicht. Maar ja, whatever. Oh mijn god, mensen, het is pas 2:30 en ik ga pas 8 uur shooten. Oh my god, ik moet nou gewoon zo de hele dag rondlopen. Oké, ik denk dat dit het wel gewoon is voor mijn gezicht. Ik ben gewoon helemaal gewond. En ja, that's it. Ik breng nog een beetje extra bloed aan met wat er gewoon nog een beetje op de kwast zit. Oké, dan mijn haar. Ik ga voor echt een cheerleader haarlook. Dus twee staartjes en dan doe ik hier zo mijn haar schuin. Dat vind ik denk wel leuk. Ik moet wel even opletten nou dat mijn haar niet helemaal in mijn gezicht komt. Oh, ik heb ook van die enge witte kleurlenzen. Hier zie je allemaal heel veel kleuren, maar ik heb gewoon de witte. Die zitten hierin. Alleen die ga ik nog niet in doen, want ik moet nog mijn haar doen en alles. Dus ja, die doe ik straks in. Oké, ik ga beginnen even met die pluk hier vol, want die moet ik apart houden. Want die gaat straks zo apart. Kijk, deze pluk wil ik zo gaan doen, dus die moet eventjes apart worden gehouden. En dan ga ik gewoon zo twee van die hoge staartjes maken. Kijk, nou heb ik gewoon twee van die staartjes. Ik wilde dit pluk haar zo gaan doen, maar ik stond er niet bij stil. Daar is die wond en dan wordt hij bedekt, dus ik ga hem de andere kant op doen en dan even zien of hij dan niet te veel mijn gezicht bedekt. En anders ga ik gewoon dit niet meer doen en dan ga ik dit gewoon ook naar achteren doen met die twee staartjes. Ik vind dit echt zo leuk. Oh mijn god, kijk deze twee staartjes ook. Ik zie er echt uit als een cheerleader. Oké, dan is het tijd voor deze kleurlenzen. Ik ga ze even indoen. Ik hoop dat ik ze gewoon makkelijk in krijg. Zombie staat erop. Ik ben ook een beetje een zombie, want ik ben dood, maar ik leef.
Maakt dat mij dan een zombie? Ik weet niet. Dit zijn dan de twee lenzen. Ik heb nog nooit zulke Halloween lenzen ingedaan. Ik heb wel vaak gewoon kleurlenzen ingedaan. Maar nog nooit van dit soort echt zombie lenzen. Stom dat je er nog wel gewoon doorheen kon zien. Want ik had ook van die helemaal witte gezien. Ik wilde die. Alleen je kon daar niet doorheen zien. En ja, dat leek een beetje moeilijk in mijn geval. Dus ik heb toen deze gekocht. Dus ja, ik ga ze even indoen. En dan kom ik zo bij jullie terug. Oké, jongens, dit is het met de kleurlenzen. Deze lenzen zijn eng. Ik heb ook mijn cheer outfitje aangedaan. Dit is mijn cheer outfitje. I love it. Ik vind deze look zo ontzettend leuk. Als ik naar een Halloween feestje zou gaan of het überhaupt zou vieren, dan is dit echt wel een look waar ik voor zou gaan. Deze lenzen, je kunt er gewoon compleet doorheen zien. Ze zijn gewoon zoals normale lenzen, maar dan gewoon super, super freaky. Ik heb ze ook gewoon super makkelijk ingekregen. Dus als je het al gewend bent om lenzen te dragen, dan is dit echt geen verschil. Ik vind dat ik er zo eng, maar zo cute uitzie. Het is echt een mix van eng, maar ook gewoon cute. I like it. Ik ben ook heel benieuwd wat jullie van de look vinden. Laat het me weten beneden in de reacties. Ik vond het in ieder geval super leuk om te maken. Als je het gaat namaken, laat het mij vooral zien. Tag mij in jouw foto's, video's, wat dan ook. Ik ben heel benieuwd naar jullie recreaties. En ja, zoals altijd hoop ik dat jullie hebben genoten van de video. Nou, vond je het leuk? Vergeet niet te liken en te abonneren. Ik plaats hier ook nog twee video's in beeld die je ook kunt gaan bekijken. En mijn gezicht hierboven om te abonneren. En dan hoop ik jullie weer snel terug te zien bij de volgende video. Doei doei! Ja, wacht even mijn dingen moeten.